Ik kreeg een vraag binnen over het selecteren van een enkele rij pixels of een enkele kolom pixels. Dat maakt even niet uit. Hoe doe je dat in Photoshop? Nou, dat heb ik even uitgezocht en daar is een hele makkelijke manier in. Het filmpje is echter wel wat langer, want ik dacht alleen uitleggen hoe je dat doet. Dat maakt een filmpje van 20 tellen en dat is nou ook weer niet de moeite waard. Dus ik dacht ik breid het een klein beetje uit. Ik dacht ik ga het hebben gewoon over het selectiekader gereedschap. En dat vind je hierboven aan de linkerkant. In mijn geval heb je twee keuzes en dat is het rechthoekige selectiekader waar die nu op staat. Of als je de muisknop ingedrukt houdt, heb je nog het ovale selectiekader. Laat ik even met de rechthoekige variant beginnen. Als je die hebt geselecteerd, dan zou je gewoon over je foto een kader kunnen trekken. En dit kader, zolang je de muisknop ingedrukt houdt, maakt een ja, vierkante selectie. Laat je hem los, dan wordt dit je selectie vervolgens. En daar zou je eventueel wat mee kunnen doen. Je kunt dat transporteren naar een nieuwe laag, of je kunt het verwijderen uit je foto. Dat maakt allemaal niet uit. Maar als je dus een selectie maakt, dan kun je de muis dus vrijelijk bewegen. En wil je dat nou niet, wil je nou bijvoorbeeld een echt mooi vierkant, dan moet je gewoon de shift-toets ingedrukt houden. En dan blijven de zijdes gelijk met elkaar. Dus dan heb je een gelijkzijdig vierkant, gewoon een echt vierkant zoals we een vierkant kennen. Ander foefje, als je sleept, begint die altijd in een hoek. Je sleept van de ene hoek naar de andere hoek. En of dat dan van rechtsboven naar linksonder is, of van uh, linksonder naar rechtsboven, dat maakt even niet uit. Maar hou je de alt ingedrukt, dan pak je eigenlijk het midden van die selectie. Dus nu druk ik de alt in en als ik nu selecteer, dan zie je dat ik zowel naar rechtsonder sleep in dit geval, maar dat mijn selectiekader ook naar linksboven gaat. En combineer ik dat met de shift ingedrukt, dan hou ik daar natuurlijk gewoon een vierkant op. Dat even over hoe je omgaat met de tool. Dan nog even wat andere opties. Je hebt hierboven vier icoontjes staan. En die icoontjes is de manier waarop de tool werkt. Standaard staat hij op dit linker icoontje. En dat betekent dat je gewoon iedere keer wanneer je een selectie maakt, dat je een nieuwe selectie maakt. En klik ik bijvoorbeeld nog een keer, dan maak ik er daar een. En zo maak je iedere keer dus een nieuwe. Nou, het tweede icoontje, dat is eigenlijk gewoon toevoegen van dingen. Dus als ik die selecteer, dan zie je ook dat er bij mijn cursor een klein plusje komt. En maak ik nu een selectie, dan zie je dat ik er ineens twee heb. Of drie. Het icoontje daarnaast, dat doet natuurlijk gewoon precies het tegenovergestelde: dat haalt er dingen af. Je ziet, er komt een klein minnetje bij. Nou, ga ik gewoon ergens willekeurig over de foto, dan gebeurt er niks. Maar ga ik door een selectie. Dan zie je dat die er gewoon afgaat. En zo zou je weer hapjes uit je selectie kunnen nemen. En het icoontje daarnaast, dat maakt een doorsnede van je selectie. Ik maak deze selectie even heel snel ongedaan. Dat doe je overigens met de combinatie Ctrl-D. En ik trek even gewoon willekeurig wat selecties eroverheen. Overigens, als het gaat om dingen toevoegen aan een selectie of dingen eraf halen, er is een ander proefje. Blijf gewoon op die eerste modus staan en hou de shift ingedrukt om iets toe te voegen. Je ziet bijvoorbeeld, hou ik de shift in, dan komt dat plusje erbij. Of hou de alt ingedrukt om er een stukje af te halen. En een doorsnede maken, dat houdt eigenlijk niet anders in dan dat je een selectie van je selectie maakt. Dus als ik bijvoorbeeld een kader over dit stuk sleep, dan gaat alles weg, behalve hetgene wat net in mijn kader viel. Dat even over die vier stukken. Daarnaast heb je de doezelaar staan. Als ik een selectie maak, bijvoorbeeld hier. Dan heb ik een selectie met een harde rand. Als ik dit stuk weghaal. Ik druk gewoon op delete. En als ik nou mijn selectie ongedaan maak en ik zoom even in op de rand, dan is dit een hele strakke, scherpe rand. Ik maak het even ongedaan. En ik ga een nieuwe selectie maken en ik zet bijvoorbeeld de doezelaar op uh, 10 pixels. Ik typ het gewoon even in. En ik maak nou een selectie en ik snijd dit uit. Je ziet al dat ik een beetje ronde hoekjes krijg. En je ziet, als ik de selectie even ophef, dat ik gewoon een hele zachte rand krijg. Dus met de doezelaar kun je de rand van je selectie vervagen. En daarnaast heb je de stijl staan. Standaard staat die op normaal. Dat betekent dat je gewoon vrijelijk vormen kunt tekenen. En je hebt ook nog vaste verhouding bijvoorbeeld. Dan kun je hiernaast een verhouding ingeven. Bijvoorbeeld de verhouding van je foto. Standaard komt er uit een camera een verhouding van 3 bij 2 of 4 bij 3. En dan zit je dus altijd met die verhoudingen te werken. Je kunt ook zeggen van nou ik pak een uh, panorama verhouding van 21,9 en op die manier kun je dus gewoon heel makkelijk een uh, kader eroverheen trekken. wat in die verhouding werkt. Eventueel kun je die waardes nog gewoon omwisselen. En dan werkt het, zeg maar in dit geval, als een staande verhouding. En je hebt eventueel nog een vaste grootte. En daarin kun je gewoon de breedte opgeven en de hoogte opgeven. En in dit geval heb ik 500 pixels breed en 500 pixels hoog. Klik ik nu één keer. dan wordt er automatisch al een vlag getekend. wat 500 bij 500 is. En je kunt hier natuurlijk alles ingeven wat je wil. Als ik er 1500 bij 500 van maak, dan krijg ik dat. Maar je bent niet vastgebonden aan pixels. Je kunt ook zeggen, afhankelijk van de resolutie van je foto, uh, maak daar gewoon eens uh, wat zal ik zeggen, 5 centimeter van. En om centimeters te doen, moet je cm intoetsen. En dat kan 5 centimeter bij 500 pixels zijn, maar ook 5 centimeter bij 4 centimeter. Nou, in dit geval 5 cm breed en 500 pixels hoog. De resolutie is in deze foto niet zo hoog, ik zal eens even spieken. Ja, precies 72 pixels per inch. Klik je daar met rechts op, dan zie je de waarde waar je uit kunt kiezen. En hij staat nou op centimeters, 5 centimeters. Klik ik nu op pixels, dan zie je dat dat 141.73 pixels breed zou zijn. En dan heb je naast het rechthoekige selectiekader ook nog het ovale selectiekader. En daarmee trek je dus eventueel rondjes. Ook hier geldt, wil je een perfecte cirkel, houd de shift ingedrukt en de verhouding hoogte breedte blijft gelijk aan elkaar. En ook hier geldt, wil je vanuit het midden dan hou je de alt ingedrukt en maak je een selectie en dan gaat hij keurig net zover omhoog als dat jij hem naar beneden trekt of andersom natuurlijk. En ook hier kun je de shift bij ingedrukt houden. Verder zijn de opties wel gelijk. Je hebt inderdaad ook weer die vier icoontjes waarmee je kunt optellen, aftrekken of uh, gewoon een uitsnede kunt maken van je selectie. Een doezelaar erbij en wederom een paar stijlen. Ben je er nou? Nee, want dit ging natuurlijk over hoe kun je één enkele rij of kolom selecteren. Je kunt dat bij het rechthoekige selectiekader doen en de vaste grootte ingeven van de breedte van je hele foto en de hoogte van 1 pixel of van 10 pixels, bij wijze van spreken als je iets meer wil. Maar er is nog een ander foefje. Zoals je zag, als ik de muisknop ingedrukt hou, heb ik twee gereedschappen waar ik uit kan kiezen. Maar er zitten er eigenlijk een paar meer achter. En dat ligt aan de werkmodus waar je in zit. Die vind je bij een venster. En dan heb je hier werkruimte. Nou, hij staat bij mij op Jeroen omdat ik wat dingetjes heb aangepast. Dat heb ik opgeslagen als een nieuwe werkruimte. Maar je hebt ook de standaard uh, werkruimtes van Photoshop. En als je nu essentiële elementen aanklikt, dan lijkt er op zich niet veel te veranderen. Maar als je dan, als je dan op de selectie tool klikt, dan krijg je twee opties erbij: een selectiekader van een enkele rij of een enkele kolom. En klik ik nu ergens in de foto. Dan wordt er die enkele rij geselecteerd. Als je bijvoorbeeld goed inzoomt, dan zie je dat dit een selectie is die 1 pixel hoog is. En dat heb je natuurlijk in de breedte en het andere gereedschap, dat is in de hoogte. Dus zo kun je dus heel eenvoudig een enkele rij of een enkele kolom selecteren. Wil ik nog even heel snel één ding laten zien. Als ik gewoon een selectie heb gemaakt, blijf je in het selectiegereedschap en ga je erin staan, dan kun je je selectie nog verplaatsen. En eventueel zou je dat ook gewoon met de losse pijltjes toetsen doen. Hou de shift toets ingedrukt om de stappen iets groter te maken en zo kun je je selectie ook nog wat preciezer plaatsen. Ik zou zeggen vooralsnog bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!